You see all those people again, and you know, every week I'm stressed that there will be less people, but they keep going, so it's amazing. Ja, zo wat 3 jaar geleden intussen kende ons land de eerste klimaatmarsen en spijbeloptocht. Op het hoogtepunt bracht de beweging 70.000 mensen op de baan, of op de been liever, eind januari 2019. En klimaat beheerste toen vaak het nieuws, de debatten ook hier en in de Wetstraat, tot corona ook daar alles overnam. Maar kijk, vandaag wordt er weer om opgeroepen onder het motto Back to the Climate. Hè. Om 2 uur start de optocht aan het Noordstation. Wie daar nu al paraat staat, mooi op tijd. Thomas Theetaert, goedemorgen. En ik heb begrepen, in goed gezelschap. Ja, dat klopt. Hè. Mondjesmaat komen hier de deelnemers toe. Om 1 uur is het verzamelen geblazen. Om 2 uur vertrekt die mars dan. Maar wie hier ook al zijn, dat is wel een opvallend koppel. Ik stel ze even aan u voor. Ja, dat is Mark Cabus en Kobe Cabus. Grootvader en kleinkind, kind liever. Ja, Mark, leg eens uit. Waarom ben jij hier vandaag? Ah, ik ben hier voor mijn kleinkinderen. Nee, eigenlijk voor hun kinderen en hun kleinkinderen. Want wij dragen een verantwoordelijkheid, zeker als ouderen dragen wij een verantwoordelijkheid voor hun generaties. Wij hebben in ons actieve leven gezien hoe wij altijd maar meer en meer beslag leggen op de aarde. Dat is niemands schuld, maar dat is wel onze verantwoordelijkheid om nu daarop te wijzen. En vooral ben ik hier omdat zo'n klimaatmars, dat is altijd een treffen van veel mensen. En dat is belangrijk. Dat we laten zien, ook aan de politiek. U kent het statement van welke politicus was het, die zei, ik weet wat ik moet doen aan het klimaat. Maar ik weet niet hoe ik daarna moet verkozen worden. Wel, de politici van nu, hè, die kunnen erop vertrouwen dat ze zullen afgerekend worden op het feit dat ze niet voor het klimaat werken in plaats van. 2 jaar geleden, 20 september 2019, ik was erbij. 70.000 mensen hier, grote betoging. Ja. Dat was de laatste grote betoging. Ja. En die mensen liepen hier. En dat was veel volk, maar in de wereld, diezelfde dag, hè, zijn er 4 miljoen mensen op straat gekomen. 4 miljoen mensen, dat is, ik weet niet, 1/1000ste van de wereldbevolking. Vandaag hebt u iemand bijzonder meegenomen, een voormalig spijbelaar, een klimaatspijbelaar. Ik hoop het is niet de eerste keer dat Nee, het is niet de eerste keer dat ik hier sta. Ik blijf het vooral doen omdat ik wil een boodschap overbrengen en ik wil aantonen dat het klimaat nog steeds een van de grootste of zelfs het grootste issue is in de wereld en in België op dit moment. De jongeren daarbij zijn belangrijk? Ja, tuurlijk, want wij zijn nu na hun dan met onze generatiegenoten wel nog steeds een van de jongste verantwoordelijken voor het klimaat op dit moment. Hè. Ja. Oké, bedankt Kobe en Mark Cabus. Veel plezier vandaag. Naast hen worden nog 30.000 mensen verwacht. 80 organisaties doen mee. Dus vanaf 1 uur verzamelen, vanaf 2 uur starten ze. Dankjewel Thomas Theetaert en Mark en Kobe Cabus. En intussen bij ons aan tafel komen binnenwaaien, professor Injaas de Vis, ethisch filosoof en sinds kort ook aan het hoofd van de economische denktank Itinera, daarover zo meteen meer, en ook Anouna de Wever, ja, een van de gezichten van de Klimaatmars en de Klimaatcoalitie die dit organiseert. Stel, 30.000 deelnemers, tevreden? Ja, heel tevreden. Ik hoorde dat getal en ik was ook wel al verschoten. Want om eerlijk te zijn, dit is de eerste mars na corona en voor ons is dit de start van de mobilisatie. Ja. Dus 30.000 zou gigantisch zijn. Is het getal belangrijk? Nee. En dus uiteraard, wij organiseren die mars omdat we willen dat mensen hun stem kunnen laten horen. Maar de politiek zou daar eigenlijk in zich geen rekening mee moeten houden, omdat wij gewoon in een crisis zitten en er is politieke actie nodig, los van het feit of dat daar nu 1 iemand staat of 1 miljoen Belgen. Je zei ook, het is de herstart van de beweging. De beweging is oorspronkelijk gestart met spijbelen op vrijdag. Komt dat ook weer terug? Ja, absoluut. Dus we gaan zeker acties blijven doen op vrijdagen en civil disobedience, omdat we gewoon merken als we de regels breken, dat we meer aandacht hebben en dat er meer aandacht komt voor het klimaat. Maar deze zondag wilden we organiseren met Klimaatcoalitie. En ook aangezien dat we tijdens corona heel veel mensen hebben gezien die niet naar hun werk konden of naar hun school, wilden we ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen. Wat vindt een professor van spijbelen?
Ik heb er zelfs geen zicht op of mijn studenten spijbelen of niet. Maar ik kan heel veel sympathie uiteraard opbrengen voor zowel de actie op zich. Ik denk inderdaad dat het klopt dat als je alleen de spelregels volgt, dat dan verandering heel moeilijk tot stand komt. Maar natuurlijk ook het doel van de betoging is denk ik intrinsiek een zeer positieve zaak. Het komt misschien niet altijd even positief over of je kunt altijd discussiëren over welke stijl neem je aan en zo verder. Maar ik probeer die zaken gewoon terzijde te schuiven. Om eigenlijk duidelijk te maken, het klimaat is een zaak van ons allemaal. En het is eigenlijk heel jammer dat het debat erover heel sterk geïdeologiseerd is. Dat betreur ik ten zeerste. Ik zit hier ook om dat mee te ontmijnen, trouwens. Is het te gepolariseerd? Ook soms hoor naar de klimaatmars en ook dan aan de figuur alleen al van Anouna wordt gekeken. Dat is vaak voor, tegen. Ja, wel. In de logica en deeldiscipline van mijn gebied zegt men dan dit is een droog argument, een argumentum ad hominem. Je spreekt over de persoon om niet over de zaak zelf of de inhoud te moeten spreken. Dus zou zeggen, of hier nu Anouna naast mij zit of iemand anders, maakt voor mij althans niets uit en ik hoop voor andere mensen ook. Die zouden moeten inzien dat het klimaat zich in alle urgentie wat de crisissymptomen betreft aandient. Je moet toch al behoorlijk standvastig zijn om daar niet meer naar te kunnen kijken. De vraag is, wat doen we eraan? Hoe urgent kunnen we maatregelen nemen? Hoe krijg je ook iedereen mee? En ik denk dat dat ook wel een heel belangrijk punt is. Omdat het debat vaak in wij- en zij-termen is gevoerd, is of economie of ecologie, het zijn de ondernemers tegen enzovoort. Ik denk dat je iedereen dat verhaal maximaal moet kunnen meenemen om zo snel mogelijk die crisis te keren. Hoe jij je daarin aangesproken dat ook die beweging zelf misschien toch af en toe ook dat wij-zij heeft opgezocht? Nee, ik denk dat dat gewoon door de politiek en de media veel te hard in de partijlijn is getrokken, terwijl dat daar echt niet hoort. Dus elke partij zou een basis extreem ambitieus klimaatbeleid moeten hebben en daarboven hun eigen partijideologie. Dus het feit dat we dat zien als een linksprobleem inderdaad en economie tegen ecologie is echt problematisch, want die systeemsverandering waar wij het over hebben gaat over alle Maar dat domeinen. Is het net, dat is ook ideologisch, want jij pleit voor een economische revolutie. Ja, dat klopt. Ik pleit absoluut voor een economische revolutie. Maar als we kijken naar de wetenschap, als we kijken naar de experten, is dat gewoon nodig als we op deze planeet willen blijven leven. En daar gaat het ook voor mij over. Er is geen alternatief. Maar wat is een economische revolutie? Dat betekent dat we naar een circulaire economie gaan, waarin dat we niet meer kijken naar eeuwige groei en economische groei, maar dat we ook kijken naar mensen en de mensenrechten als prioriteit zien. Momenteel, ons economisch systeem, kapitalisme, is gebouwd op kolonialisme, op racisme, op uitbuiting. Dus weg met het kapitalisme. Ja, dat moet zeker hervormd worden. Of dat nu helemaal hervormd wordt, of dat de spelregels moeten worden hervormd. Er moet extreem veel veranderd worden op ons economisch systeem, want we weten dat dat nu gewoon de planetaire grens aan het uitbuiten is. Ja, want u voelt de vraag komen. Hè? U staat aan het hoofd van Itinera. Dat is een denktank die opgericht is door ondernemers, gefinancierd door ondernemingen. Mm-hmm. Die zullen daar niet voor staan te springen. Hè? Nee, en ik heb ook een andere invalshoek in die discussie. In die zin, als je kijkt naar de bronnen van vervuiling, dan zijn die niet alleen op kapitalistische leest geschoeid. Als je kijkt hoe al de communistische regimes zwaar hebben vervuild, dan heb ik het niet over het China van vandaag, waar ook gigantische problemen zijn. Maar het is eerder een project van modernisering dat inderdaad op een bepaald moment heeft gedacht, goed, de wereld is voor ons een te ontginnen object en wij doen daar eigenlijk mee wat we willen. En het is die houding van een wereld die eigenlijk als een dood object werd beschouwd en waar wij als overheerser in tekeer zijn gegaan, dat we met een veel te smal perspectief die moderne leefstijl, die ik ten zeerste apprecieer, kijk hoe we hier zitten, verwarmd enzovoort, maar die hebben ze te eng ingevuld. De technologie moet ons redden dan? Wel, technologie zal een deel van de oplossing moeten zijn. We kunnen niet... Nee, ik zal het anders formuleren. Het zou, denk ik, vreemd zijn te denken dat we er zonder technologie zullen raken. Een akkoord dat een deel van het technologisch bestel mee het probleem heeft veroorzaakt, door die veel te enge kijk op wat economie eigenlijk kan betekenen. Economie kan veel breder worden ingezet dan we nu al een paar eeuwen doen. Maar die technologie hebben wij onder meer nodig om bijvoorbeeld te kijken hoe kunnen we die hernieuwbare energie veel efficiënter aanwenden dan tot nu toe. Het geval. Dat is de discussie die de afgelopen week nog is geweest. Voor of tegen kernenergie, welke bronnen, gascentrales of niet. Als je die technologie kan aanzetten om bijvoorbeeld die hernieuwbare energie veel productiever te kunnen gebruiken, dan is dat een deel van de oplossing. Dat is toch ook een stukje wat bijvoorbeeld ArcelorMittal in Gent, vorige week denk ik, grote
ja, verbintenis aangetekend met steun ook van de regeringen. Hè, van wij gaan voor die groene ovens gaan, wij gaan daar op waterstof op inzetten. Dat is dan toch die vervuilende industrie die toch ook zelf dan de bocht maakt. Is dat niet belangrijker dan een leuze als weg met het kapitalisme, nee, waardoor die zich misschien in de hoek gaan zetten? Nee, maar dat is de essentie ervan. Wij zijn helemaal niet tegen technologie. Maar het probleem is gewoon dat momenteel er een narratief leeft in de media en politici dat wij zoveel technologie gaan uitvinden dat we exact deze levensstijl gaan kunnen behouden. En dat zegt Jan Bon onder meer, hè, in zijn beleidsverklaring. En dat is dus niet. En we moeten daarin ook kijken naar globale ongelijkheid. Hè. Wij, de positie waarin wij nu zitten, is een enorm geprivilegeerde positie. En we kunnen dit alleen behouden doordat we ook andere landen zijn aan het uitbuiten daardoor. Bijvoorbeeld internationaal vliegen. In 2018 heeft maar 4% van de wereldbevolking internationaal gevlogen. En wij zien dat allemaal als ons recht, als onze levensstijl. Wij willen zo blijven leven. Maar doordat wij dat allemaal doen, zit wel de rest van de wereld enorm in de problemen. Het is wel zo dat jullie extreem weinig vertrouwen hebben in het bedrijfsleven en ook in de politiek. Hè. En om dat te illustreren, voor we daarop doorgaan, wil ik de intussen al wel beruchte uitspraak van Greta Thunberg nog eens erbij halen, de bla 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 quote. There is no planet B. There is no planet bla. Bla bla bla. Bla bla bla. This is not about some expensive, politically correct green act of bunny hugging or bla bla bla. Ja, professor De Vis. Europa heeft intussen zijn Green Deal, klimaatneutraal tegen 2050. Is dat bla 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 of is dat veel beter dan dat? Wel, het is veel te bescheiden uiteraard. Hè. Ik denk dat we daar onze ambities veel hoger moeten stellen dan tot nu toe het geval is. En dat is voor mij zoveelste illustratie van hoe moeilijk het is op dat wat dan heet supranationaal niveau, verschillende staten bijeen die proberen akkoorden te maken, dat dat vaak leidt tot verstarring of zeer sterk verwaterde akkoorden. Ik hoor altijd iedereen zeggen dat het bedrijfsleven 2030 moeten we naar -55% binnen Europa, van land tot land zal dat nog variëren. Dat is gewoon niet haalbaar. Laat staan dat we, wat u ambieert, tegen 2035, 40 naar 100% gaan. Die zeggen gewoon, je mag die lat zo hoog leggen, we halen ze dan ook niet. Wel, ik denk dat er een aantal valkuilen zitten in die redenering. Eén, door zo ver de deadline voor je op te schuiven, neig je er ook naar om te denken, we hebben nog tijd en dat wachten we meestal met het opstarten van oplossingen. Dus ik zou het liever hebben dat we korte termijn stapjes maken die al dat doel voor een stukje mogelijk maken. En ik blijf erbij, we zijn daarin te bescheiden in de doelstellingen. Ik zie veel meer mogelijkheden om veranderingsprocessen tot stand te brengen. Niet zozeer op die, laten we zeggen, die grote vorm, maar eerder wat ik noem mesoniveau, bedrijven, organisaties enzovoort. Maar dat is iets anders dan bla bla bla. Ja, omdat je daar concrete acties onderneemt. Ja. Denk bijvoorbeeld aan elektrische wagens, waar nu toch ook een kantelpunt is bereikt. Wel, plots kun je wel op één of twee jaar tijd heel veel verrichten. Dus dat is niet zomaar bla bla bla. Die doelstellingen zetten aan tot acties. Ja, de doelstellingen van klimaatneutraal tegen 2040 bijvoorbeeld, dat is niet iets dat ik ambieer. Dat zijn IPCC-rapporten, UNICEF-rapporten, Rode Kruis-rapporten die zeggen als we mensenrechten prioriteit willen zien, dan moeten we naar daar. Anders gaan we naar een wereld van 3 tot 4 graden. Daar kunnen we niet in leven. Dus we moeten ook blijven herinneren, we hebben het over een crisis. Dit gaat niet over een transitie of over een model waar we eens diep over moeten nadenken. We zijn hier al decennia lang over aan het nadenken en nu is het tijd voor een systeemsverandering met radicale actie. En dit gaat echt letterlijk over het voorbestaan van de mensheid. Maar natuurlijk, inderdaad, dit gaat bij mij zeker over het einde van de planeet, om het te rephrasen. Niet van de planeet, van de mensheid. Maar sommigen zeggen, het einde van de maand, daar ben ik nu mee aan het kampen. Hè. Dat 2030, 35, ik hoor het jullie allemaal graag zeggen, maar ik haal het einde van de maand niet, zeker nu, hè, de energiefacturen stijgen. Voor veel mensen is dat toch, en denk ik als ze dit horen, dat dit aanvoelt als een strijd tussen het ene of het andere. En dat is dus, dit is een voorbeeld dat we nu kunnen zien met de energieprijzen. We zien eigenlijk dat als we dus op die fossiele brandstoffen blijven inzetten, dat dat gewoon onbetrouwbaar is. Momenteel is zonne-energie de goedkoopste energie ter wereld. We moeten daar gewoon extreem veel meer op beginnen investeren, veel meer internationaal beginnen samenwerken. Ook in België kijken hoe kunnen we gewoon onze energieconsumptie naar beneden halen, zodat dat inderdaad niet op mensen individueel valt. Want wij als klimaatbeweging willen dat dat ook top-down komt en niet alleen bottom-up en dat mensen niet individueel heel die systeemsverandering moeten dragen. Ja, want kan je het individueel?
Het kan niet. En dat is het ding dat ook een probleem is, dat politie heel vaak wijzen naar mensen individueel. Ah ja, doe dit, doe dat. Maar dan wordt er eigenlijk geen politiek framework voorzien waarin dat financieel kan voor mensen. Dus daarom, climate justice is de prioriteit, de essentie van de klimaatbeweging. Ja, wat vindt u ervan dat we nu allicht kernenergie gaan al of niet tijdelijk vervangen door gas? Wel, dat is een vraagstuk waar ik al heel lang over nadenk. En ik moet zeggen, ik was vroeger een rabiaat tegenstander van kernenergie. Ik zou nog altijd liever een wereld hebben zonder, omdat het toch nog altijd gevaarlijk afval produceert. Maar het lijkt me geen optie dat we nu gascentrales gaan bijbouwen. Als je kijkt wat voor CO2-uitstoot dat met zich mee zal brengen, wel, dan zal ik daar alvast niet juichend voor rondlopen op straat. Ik denk dat we er goed aan doen om nu te kijken, en dan zitten we inderdaad nog in die transitiefase, over welke energiebronnen beschikken we en hoe kunnen we dat zo weinig mogelijk vervuilend aanwenden, dan lijkt mij het bouwen van nieuwe gascentrales een zeer slechte zaak, op korte termijn. Op langere termijn moet je dan gaan kijken hoe kun je het aandeel van hernieuwbare energie groter maken. Maar je moet eigenlijk af van die destructieve wij moeten nu altijd iets kapot maken om energie op te wekken of we laten afvallen. Kunt u daar de bedrijven die u sponsoren in meekrijgen? U krijgt onder andere geld van BASF, een grote energieconsument, grote producent van CO2, van Exmar, die tankers met LNG heeft rondvaren en eigenlijk misschien wel een van de winnaars is van deze crisis. Wel, voor alle duidelijkheid, de mensen die werken bij Itinera, die worden inderdaad privaat gefinancierd, maar die private financierders vertellen vooral niet wat wij moeten doen. Wij werken onafhankelijk, anders zou ik daar ook niet willen in meegaan. Maar een van de thema's waar wij nu de komende jaren toch meer aandacht willen aan besteden, energie stond al altijd op de agenda, maar nu zal duurzaamheid daar uiteraard centraler in staan. En dat zal het verhaal zijn dat wij ook breed maatschappelijk willen vertellen van kijk, wat hebben we aan instrumenten in handen? Bijvoorbeeld de verschuiving van de fiscaliteit richting meer ecologievriendelijk. Dat kun je eigenlijk morgen al invoeren. Wel, die zaken, die moeten wij breed publiek bespreken om zo snel mogelijk die transitie tot stand te brengen. Maar u zegt dus, ik heb daarover nagedacht, voortschrijdend inzicht, kom ik tot de conclusie, dan toch liever die kerncentrale dan die gascentrales. Zoals die mede-Vlaamse minister zegt, een beetje hetzelfde. Wat zegt Anouna de Wever? Ja, ik vind ook niet dat we gascentrales moeten bouwen. Wij kunnen als klimaatbeweging dat niet steunen, dat wij terug miljarden euro's gaan investeren in fossiele brandstoffen. En dus wat wij moeten doen in België, is die crisis serieus nemen en kijken naar hoe kunnen we onze energie naar beneden halen. En daar zijn bijvoorbeeld heel veel hefbomen in Vlaanderen is, rond is het transport, met de groene landbouw. Minister die dat net wel wil. Dat is dan toch voor veel mensen is dat heel moeilijk allemaal te vatten. Ja, het is ook een moeilijk debat. Ik bedoel, er zijn heel veel experts die met andere cijfers en feiten komen, naar mijn mening. En daarom wil ik als expert daar geen mening over geven. Maar als klimaatbeweging zien we niet dat dit een alternatieve toekomst kan zijn. En we zien ook wel alternatieven als in die energieconsumptie naar beneden. En veel meer investeren in hernieuwbare energie. Want ook qua kostprijs is dat gewoon veel voordeliger. Ja, nou wordt gezegd dat moeten we op de lange termijn doen, maar dat is korte termijn. We hebben Tine van der Straat op, denk ik, een maand geleden had gezegd, ja, dat moet er gewoon bij komen of die bedrijven kunnen niet voldoende voorzien zijn van energie of de gezinnen niet voldoen van energie. En dat willen we ook niet. Ja, er is ook natuurlijk het concept van internationale samenwerking, dat we dat veel meer beginnen doen. Want er zijn gewoon andere landen die veel meer hernieuwbare energie kunnen opwerken, waardoor dat wij die energie naar ons kunnen halen. En worst case scenario, kun je ook altijd voor enkele jaren energie van de markt kopen, ook al is het niet altijd duidelijk van waar dat komt. Maar dan moet je tenminste die gascentrales daar zetten die nu misschien 20 tot 30 jaar kunnen blijven. Tot slot, u hebt al gezegd in een ander interview dat u Itinera wil openstellen voor bredere meningen. Is zij iemand met wie u in gesprek wil? Waarom niet? Uiteraard. Iedereen is zeker welkom. En we zullen de komende maanden nog eerst interne denkoefening verder zetten. Waar willen we onze prioriteiten nu leggen? Maar laat ons zeggen, einde dit jaar, begin voorjaar, gaan we met een hoge frequentie weer naar buiten komen. En we gaan zeer nadrukkelijk met iedereen in gesprek. Daar hebben we geen dat is een uitnodiging? Over. Dat is bij deze een uitnodiging. Als je daarop wilt. Wil u daarop in? Ja. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen zoals mij, activisten en movements, betrokken worden daarin. En dat absoluut dat inderdaad wordt opengetrokken. En ook inderdaad in debatten zoals gascentrales, dat gaat elk maar over 10% van de energieuitstoot, dat wordt opengetrokken. Ja. En dat we over, jullie weten dus ook weer wat gedaan, maar dus eerst nu naar die klimaat, maar zodat je daar toch netjes op tijd bent. Ja. Anouna de Wever en Jazze Visser, hartelijk dank.